Oké. Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik bereid me voor. hoi allemaal, ik wil... dit is voor de wedstrijd van Booktube, dat je een boekenpakket kan winnen. Daarom maak ik nu een filmpje over een boek die ik heel leuk vind. Eigenlijk een serie, want ik heb voor een serie gekozen. En dat is deze serie. Backpack heet de serie van Maren Stoffels. En dit is deel 1. Vlucht van Elin. Zoals je ziet nog niet echt heel erg beschadigd. Want die heb ik gekocht. Dit is deel 2. Tara vecht terug. Die is wel heel erg beschadigd, want die heb ik van de rommelmarkt. En het gezicht van Britt. Dit is deel 3. Nou heb ik het niet zo goed aangepakt met deze serie. Ik heb namelijk achterstevoren gelezen. Ik ben bij deel 3 begonnen, toen deel 2 en toen deel 1. En eigenlijk ben ik heel blij dat ik dat gedaan heb. Want toen ik deel 1 ging lezen, toen merkte ik al waarom veel mensen waren afgehaakt. Omdat deel 1 gewoon niet zo leuk is als de rest. Dus als je deze serie wil lezen, haak dan niet af bij deel 1. Want de rest is veel leuker en het begint pas echt bij deel 2. De techniek liet me in de steek. As always. Dit wordt take 4. Want de batterij was leeg van mijn camera. Super fijn. Wat ik dus aan het vertellen was, was waar de boeken over gingen. Vlucht van Elin, deel 1. Gaat dus over Elin. Die is op de vlucht. Obviously. En waarom is ze op de vlucht? Dus je volgt het verhaal van dat ze op de vlucht is. Maar ook het verhaal waarom ze op de vlucht is. Dus je ziet telkens flashbacks van wat is er nou gebeurd. En ondertussen zie je ook dus hoe ze, waar ze heen gaat. En uiteindelijk komt ze dus een groep jongeren tegen. Waaronder Tara en Britt. En daar voegt ze zich bij. Alleen omdat niemand echt weet wie ze is, is het heel moeilijk voor ze om haar te vertrouwen. Daar gaat deel 1 over. Deel 2 is echt een stuk beter. Ik vond deel 1 namelijk echt helemaal niks. Tara vecht terug. Gaat over Tara. Tara heeft een strafblad. Daarom vertrouwt niemand haar echt. Ze is meegegaan met Britt op vakantie omdat ze gevraagd is door haar. En omdat ze de beste vriendin is. Je ziet ook flashbacks van dat ze dus een vriendengroep heeft. En die vriendengroep die steelt. En die heeft een leider, ik weet even niet meer hoe die heet. Ik kan er niet opkomen. Dan ontmoet ze Britt. Britt is heel anders dan de rest. Want Britt is een heel braaf meisje en heeft nog nooit iets gestolen. En de leider van de groep die heeft iets met... Die wil iets met haar doen. Dat voelt Tara aankomen. Wat er gaat gebeuren ga ik niet zeggen. Maar ze voelt wel dat er spanning is. Maar ze weet niet waarom en hoe. Ze weet wel, zij heeft een relatie met die leider. Dat kan ik wel alvast zeggen, want dat staat er gewoon in. En daardoor maakt het dingen lastiger. En ook in de toekomst maakt het dingen lastiger. Van dat ze op reis is met Britt. En dat ze dat vriendje dus ja, achter moet laten, zeg maar. En je komt steeds meer achter van wat doet ze nou eigenlijk met Britt. Wat wil ze voor dit doen? En wat is die leider van plan met Britt? Deel 3. Gezicht van Britt. Gaat daar ook een beetje over. Nou, een beetje eigenlijk de andere kant van het verhaal. Dus van Britt. Ze ontmoet Tara. En ze vindt Tara hartstikke leuk. Ze is verliefd op haar. Alleen ze durft het niet te zeggen. En dan ontmoet ze die leider van de groep. En wordt ze onder druk gezet om dingen te gaan stelen. Maar ze merkt al wel dat Tara heel anders is dan de rest. Ook al gedraagt ze zich wel gewoon net als de rest. Maar met Tara kan ze lachen, kan ze dingen doen en met de anderen niet. Ze vraagt Tara mee op vakantie. Wat er van tevoren is gebeurd tussen die leider en met haar, daar kom je ook steeds meer achter.
Dat is in deel 2 ook wel behandeld, maar niet zo erg als in deel 3. Want er zijn ook momenten dat Tara er niet bij was. En wat er dan gebeurt, dat lees je in dit boek. En zal ze Tara vertellen wat haar gevoelens zijn? Dat is ook een grote vraag. Die komt ook voor in dit boek. Nou, dat was het. Dit was take 4. Oh, ik had gewoon even niet mee zitten. Dus ja, dit was voor de wedstrijd. Gaia Richardson is mijn naam. En ja, hopelijk dat ik... Ik vond het wel leuk. Misschien dat ik wel meer dingen ga doen. Zoals dit. Nou, tot de volgende keer.